Dankjewel, Jaap. Dames en heren, vrienden, ik wil beginnen met een persoonlijke opmerking. Sommigen van u hebben dat er eerder van mij gehoord, maar het is voor mij vanavond, laat ik zo zeggen, de introductie tot het verhaal wat ik wil gaan houden. En dat gaat dan over deze plek, Nijkerk. Voor de Tweede Wereldoorlog werkte mijn moeder bij de Joodse familie. Hamburger in de Holkestraat in de slagerij. En op deze plek sta ik nu als haar zoon. Zij was bevriend met Rachel of Ro Hamburger, die op dit moment in Jochnaam woont in Israël en 92-93 jaar is. Die geschiedenis staat natuurlijk gebrand in je leven, want ik hoorde van mijn moeder over het joodse leven voordat ik over de kerk hoorde. Dat kan blijkbaar met een kind van drie, vier jaar dat de indrukken van de verhalen die zij mij vertelde: dat het joodse leven anders is, dat er anders gegeten werd enzovoort, dat die bij mij heel diep in mijn bewustzijn, onderbewustzijn, gezonken zijn. En ik ervaar dat nu ik vanavond hier sta en een van onze rabbijnen hier aanwezig is, dat het dus allerminst gewoon is. En daar vraag ik eerst aandacht voor. Het is allerminst vanzelfsprekend. dat een rabbijn en een dominee. dat mensen die zich verbonden voelen met christenen voor Israël. in één ruimte samen zijn. en dat de Sidra van de week opengaat. dat er van de rabbijn daarover uitleg hoorde. En ik heb gemerkt in de pauze. die uitleg heeft ons allemaal geraakt. Heeft ons meegenomen. Dit is. Ik er niet om het zo te zeggen, dit is wat we in de kerk missen en dat kan ook niet zo in de kerk, maar daarom des te meer dankbaarheid en verwondering dat we vanavond deze uitleg kunnen horen. Nu is aan mij gevraagd om erop door te gaan: de tabernakel en de volkeren. Hoe moet ik dat doen? Ik geef u een hoofdlijn van. Wat ik wil gaan zeggen aan de hand van het papier wat u is uitgereikt. Ik heb uit de, het, het verhaal van Rabijn Evers met name vijf momenten gelicht waarop ik nader wil ingaan. Ik ga daarna een tekst, paar teksten uit de Jezusgeschriften lezen met u, en dat doe ik aan de hand van een theoloog. Die voor mij heel veel heeft betekend, Friedrich Wilhelm Marquardt. 1928 geboren, 2002 overleden. Hij was een leerling op het gymnasium. En op de ochtend naar de zogenoemde kristalnacht. las de leraar Latijn ineens die wonderlijke vreemde taal Hebreeuws voor aan de klas. En even later zag hij op straat de restanten van een verbrande Torahrol. En die Hebreeuwse woorden, zo zegt hij later, die zijn voor mijn leven met me meegegaan... ...en daar is heel mijn werk ook uit voortgekomen. Hij was de eerste Duitser die na de oorlog met theologische studenten naar Israël ging, naar Jeruzalem ging. De Mandelbaumpoort toen in de tijd. En hij zegt... Wat ik toen hoorde dat de Joodse soldaat tegen mij zei in het Duits: Hier wird es gut haben bei uns. En dat is de kiem van zijn theologie. En daar wil ik vanavond ook wat uit meedelen. Aan de hand, uiteraard, van de tekst uit het boek Exodus: De tabernakel en de volkeren. Nee dus, wat mij betreft. De Torah werd aangeboden aan de volkeren, zegt een oud verhaal. Ze vroegen stuk voor stuk, wat staat erin? Gij zult die doodslaan, niet moorden. Nee, dank u, dat waren we niet van plan ons daar aan te houden. Ten slotte zei alleen Israël, we zullen, hebben we het weer van zo even, we zullen doen en horen. Al doende hoort men. Een Jood op straat in Sefat, in dat prachtige gebied in de heuvels van Galilea. In 1997 was het. Hij sprak me op straat aan. Hij kwam naar me toe. We kenden elkaar niet. En toen zei hij onverwacht tegen mij, als ik u aankijk, dan behoort u tot de meelopers, tot het ongeregelde volk dat met Israël uit Egypte trok. Nooit gehoord. Hij wist het zeker. Daar stamde ik van af. Nou klopt het natuurlijk. Exodus 12 vers 38. Een grote groep mensen van allerlei herkomst trok mee met Israël uit Egypte. We kwam, we kwam erevraf ala itam. Dus erevraf. Als ik het oneerbiedig vertaal, maar zo komt het dan toch in het Nederlands voor, een zooitje ongeregeld. Excuus. Een grote mix van andere volken die zich bij de Israëlieten voegden, ook Egyptenaren, met hun kudde, herders en veel vee. Rashi, ik noem hem graag de Rembrandt onder de Joodse Bijbeluitleggers. Rashi zegt dat, dat waren mensen die ze bekeerd hadden tot de God van Israël. De oprechten onder de Egyptenaren. Nou werd Mozes door de eeuwige gewaarschuwd dat deze bekeerlingen niet de morele kracht zouden hebben om de beproevingen van Israël te doorstaan in de woestijn. Maar Mozes zette door. Hij geloofde niet dat de gemengde menigte zijn overtuiging ooit zou verliezen. Hij geloofde dat het de tijd rijp was voor de vervulling van de goddelijke belofte aan Abraham Genesis 15, vers 14. Zij zullen uittrekken met grote rijkdom. En die meelopers vertegenwoordigden onder andere die rijkdom en dat bezit. Herders, vee, kudde. Mozes zag hierin geestelijke rijkdom. De bekeerlingen tot het Joods geloof. Misschien, lees ik dan, en dat is een psychologische opmerking of iets heel persoonlijks van Mozes. Misschien voelde Mozes sympathie voor bekeerlingen, omdat zijn eigen vrouw een bekeerling was. En zo ook Faroes dochter, die hem gered had uit de Nijl. Helaas. Helaas was het geloof van Mozes misplaatst. Het werd een bittere teleurstelling, een bron van bittere teleurstelling. De meelopers werden bron van vele opstanden. En de les voor de toekomst is, zegt het verhaal, bekeerlingen moeten streng onderzocht worden, waarvan... Akten. En dan nog één toevoeging. Er is gezegd dat toen het volk aan de voet van de Sinai stond, de meelopers daar niet bij waren. Nee dus, de tabernakel en de volkeren niet voor mij. Ja toch, ik vond in een Joodse bron, want dan zoek je inderdaad of je leven ervan afhangt, en dat is ook zo... Tangoma Tiruma 8. Tangoma, dat is een verzameling, begrijp ik. Op naam van Rabbi Tangoma. Dat is ook weer Midrash uitleg. En die lees ik heel graag letterlijk voor. Ik moet even goed luisteren. Laten zij, zegt de eeuwige: laten zij voor mij een heiligdom maken. Zodat ik onder hen kan wonen. We hebben het gehoord. Opdat alle volken weten. Dat de daad van het gouden kalf verzoend is, vergeven is. Dat sluit weer aan bij voor de pauze. En daarom wordt het genoemd de tabernakel van het getuigenis. Een getuigenis voor alle inwoners van de wereld. dat de heilige, gezegend zei hij, woont in jullie heiligdom. Ja, toch. Nu ben ik toch opgenomen via deze tekst. is er een verband. Tussen het heiligdom en alle volken van deze wereld. Ik ga nu naar de vragen die op het papier staan en daarvoor is een toelichting nodig. Want welke invalshoek? Er is aan mij gevraagd wat Rabijn Evers heeft gezegd: wat kan een Christen daaruit leren? Prima, maar ik vind dat te weinig. Ik wil vanavond. De invalshoek kiezen uit wat genoemd wordt het Nieuwe Testament. En ik wil dat voor een ieder duidelijk maken, hoe die verhouding is tussen de beide testamenten. Het is op zich al zo vreemd dat de christen een heilig boek noemen, een bibliotheek van 64 boeken, van het grootste deel in het Hebreeuws geschreven is en het andere deel in het Grieks. Dat geeft al een vervreemding die ik als kind heb aangevoeld. De hoogleraar dogmatiek in Utrecht, Arnold Albert van Ruhler, aan wiens voeten ik heb gezeten, die zei tegen ons de dominees één ding. En hij zei het zo dat je het gevoel hebt dat het bootje kantelt en het slaat om, maar hij zei het toch zo. Het Oude Testament is ook voor christenen de eigenlijke Bijbel. En het Nieuwe Testament is het lijstje met verklarende woorden achterin. Dat is zoiets als er is maar één kanon, ook in de kerk. Tenag, Hebreeuwse Bijbel. En het Nieuwe Testament is een verklaring, is een uitleg van ten. Vandaar dat ik ook altijd roep en vanavond weer een los uitgegeven Nieuwe Testament. Dat is een barbaarse daad, want dan scheur je de Bijbel midden door en je doet alsof één deel, het Nieuwe Testament, op zichzelf kan staan, hetgeen absoluut niet kan. Je verstaat niets van het Evangelie, van de brieven van Paulus, zonder te nog. Mijn eigen leermeester Hans Hasselaar, bij wie gepromoveerd bent op de vrezen des Heren, daar gaat de discussie dus nog steeds over door. Hij zei het zo: Een geïsoleerd Nieuwe Testament. Dus ik, ik, heel concreet: Losse Nieuwe Testamenten mogen niet gedrukt worden en niet verspreid worden als ik het voor het zeggen had in de wereld. Stop. Hasra zegt: Een geïsoleerd Nieuwe Testament, weggescheurd, want je moet het scheuren, uit de eenheid van de schrift, is bron van een valse theologie en een valse prediking. Waarom? Ik heb dat ontdekt. Gaandeweg in mijn zwerftochten door mijn pre-christelijke traditie, de volkeren. Want daar zit ik dan, de volkeren van Noord-Europa. Uh, de Griekse mythologie is genoemd. Ik heb het dan vooral over de Noordse mythologie. Dat is de plek waar de God van Israël mij gevonden heeft. In die heidense traditie staat de held van het geweld altijd in het midden. Denk aan de vikingen. Het was een schande als je als man gewoon op je bed stierf. Je hoorde te sterven op het slagveld. Je ging naar het Walhalla. Weer een verkeerd beeld ontdekte ik. Het Walhalla, dat is niet het eeuwige paradijs. Nee, dat was een soort, uh, een soort opfrisser. Dat als je op het slagveld gewond was geraakt, dat je dan in het Walhalla weer op krachten kwam en opnieuw in de strijd ging. Want leven is strijd. Als het evangelie... Losgescheurd wordt uit de verbanden van de schriften van Israël, dan is altijd vroeg of laat de Jezus-figuur een held aan het worden. En raakt steeds verder weg van de Tzaddik, van de schriften van Israël. En krijg je dus een Jezus-figuur. Ik heb het ontdekt aan de hand van de Heliand. De Heliand is de vertaling van het Evangelie voor de Saksen. De Saxen moesten helemaal niks van het evangelie hebben. Het werd hen ook met geweld trouwens opgelegd en dat is heel kwalijk, Ik, dat resoneert bij mij nog. Het christendom is mij met geweld opgelegd en dat is voor mij nog altijd een geweldig inwendige strijd. Het is mij vreemd van huis uit. En dat geweld, dat klonk het samen met de hoofdpersoon, met Jezus van Nazareth. Hij wordt in de Helian de held. Het wordt verteld als een epos, het evangelie. Zijn discipelen zijn zijn gevolgschaft. Dat zijn zijn trouwe medestrijders. Het evangelie wordt in militaire taal ook vooral verteld. En dan ben je in een wereld. Ik moet het toch uitspreken, omdat ik ermee begon. Dan ben je met het evangelie in een wereld, zoals in de jaren dertig in Duitsland, de heliand in de kader van de natie-ideologie werd ingekapseld. Een zogenoemde Germaanse Christus, die we eigenlijk van huis uit al kenden, alleen hij heet niet meer Wodan, maar hij heet nu Christus. Weg met de Jodengod en met de Joden Bijbel riep iemand, en het werd massaal overgenomen. En we weten de afloop. Als Christus terechtkomt in die van oorsprong pagane context. Dan is het Nieuwe Testament werkelijk losgesneden van de schriften van Israël. En krijgen we dus de aanpassing van Jezus bij de figerende, dominante cultuur. En dan is alles verkeken. Ik ga nu dus vanuit deze invalshoek in op enkele vragen. die Rabijn Jacobs heeft opgeworpen, en ik begin dan met. Waarom een heiligdom? Ik uh, wil dat eigenlijk bewaren. Uh, er is veel over gezegd. Ik heb er ook iets over te zeggen, dacht ik van tevoren. Ik laat het nu even. Ik begin met de tweede, het wonen en het wandelen. Ik zal wonen in jullie midden. En er staat ook wel een tekst waar het aangevuld wordt. Ik zal in jullie midden wandelen. Stel dat ik over dit gedeelte zou preken. Ik heb vaak de gewoonte om, als ik daar vrij in ben, want ik ben een zwervend prediker. om dan te kiezen uit het gedeelte wat de dag tevoren in de synagoog is gelezen. Dus in dit geval de Sidra van afgelopen Shabbat. Daar is niets op tegen, er hoeft niemand over te vergaderen. Hoeft er hoeven geen synodes over te beslissen. De domen zijn ja gewoon gemeente, wij luisteren mee naar het gedeelte wat gisteren in de synagoog is gelezen. Ze lezen nu daaruit het boek Exodus. En zo ga je met de synagoog het jaar door. Geen argument nodig om dat gewoon in praktijk te brengen. De hoofdlijn van verbinding gaat in dit geval via het werkwoord wonen. Het wonen van God in het midden van zijn volk. In de Haftara, de profetenlezing, die bij dit gedeelte het Exodus hoort, 1 Koning 6, vers 13. En ik zal in het midden der kinderen Israëls wonen. En ik zal mijn volk niet verlaten. Dat is een prachtige aanvulling. Ik zal ze niet in de steek laten. Dus geen verandering van woning meer in de zin van: Dit is de plek die ik kies. En ik zal jullie niet verlaten. En nu wagen wij de stap naar, zoals Mark wat het noemde, de Jezusgeschriften. Het Woord Nieuwe Testament, laat ik dat toch maar even duidelijk zeggen. Ik heb het van Koolbrugge geleerd en dat is ook gewoon blijven, vlees en bloed blijven geworden. En het is natuurlijk absurd om te spreken over Oude Testament en Nieuwe Testament. Want voordat je het weet, is het Oude klinkt als oud en verouderd en het Nieuwe, dat is het. Dus dat staat er ook niet boven in de, in de Bijbel zelf, natuurlijk. Dat is er later ingevoegd aan de hand van een verkeerde interpretatie van de apostel Paulus. Die spreekt over inderdaad Oude Testament, Nieuwe Testament, maar dan heeft hij het over inhoudelijke verhalen. Maar die boeken zelf, die kun je zo niet noemen. Ook niet Eerste Testament, Tweede Testament. Eigenlijk is het veel beter om consequent te zeggen, zoals Koolburger dat doet, Mozes en de profeten, Evangelie en de apostelen. Dan geef je tenminste ook weer in die benaming waar het over gaat. Dit gezegd hebbende. Ga ik met u naar twee teksten uit het Evangelie van Johannes. Het Evangelie van Johannes begint, dat is een proloog. Ik spreek het nu eerst maar uit zoals ik dat als kind heb geleerd. In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. De Nadense Bijbel van Pieter Ozore. Die daar 30 jaar over heeft gedaan en elke ochtend gewoon een uur eerder opstond, dat kan dus, dan kun je de Bijbel vertalen. Die heeft een vertaling die op het eerste gehoord toch wat wonderlijk is, moet ik zeggen. Bij begin is er het spreken geweest. Het spreken van God is nabij geweest. Ja, God is het spreken geweest. Het klinkt nogal filosofisch. Het klinkt inderdaad, nou, daar moet ik nog eens een keer naar kijken en nog eens een keer. Dat gaan we nu doen. Duidelijk de verwijzing naar Genesis 1, vers 2. Ik heb de Hebreeuwse vertaling er ook naast gezet. Bereshit. enzovoort. Even mijn papier. Bereshit. Haya hadabar. Haya hadabar. Haya et ha' elohim. Welohim. Haya hadabar. Nu op mijn manier, als ik dit vertaal. Het gaat over. Dabar, over het woord. Let wel, over het woord van de Eeuwige. Dat woord was bij God en het woord was God is vertaald. Dat is niet correct vertaald. Als je terugvertaalt in het Hebreeuws, maar ook in het Grieks, dan zie je: en archai en Hologos, Kajologos en Pros Dan moet u maar van me aannemen. Dat is in het Grieks een lidwoord, de God vertaal je. Kaiteos en Hologos. Daar staat niet het lidwoord. Dan kom ik tot zoiets als: en goddelijk was het woord. Met andere woorden, het verschil tussen het lidwoord en even later geen lidwoord moeten we honoreren. Vervolgens, dat woord, niet ja. Werd vlees. Dat is de nifal van het werkwoord voor geschieden. En de nifal, dat is de leidende vorm of de wederkerige vorm. Wat hier wil zeggen. Het woord dat bij God is, dabar, is vlees geworden. Niet is veranderd in vlees. Let wel, niet veranderd in vlees. Denken we aan de, het verhaal van de Bruiloft in Kana, Johannes 2. Wij zeggen meestal water is tot wijn geworden, fout. Uh, pardon, dat is goed, maar wat fout is, is water is in wijn veranderd. Dat woord veranderen staat er niet. En het geschieden, hè, dat basiswoord in de Hebreeuwse taal van de Bijbel, dat moet je horen. En geschiet iets: het woord geschiet, het woord is vlees geworden. En dat is wat in vers 14, waar we nu zijn, auzoren in de Nadense Bijbel, vind ik heel mooi vertaald. En als u die vertaling hoort, dan gaat het eerste deel van vanavond, hoop ik, ook mee resoneren. Het spreken is vlees en bloed geworden en heeft bij ons zijn tent opgeslagen. Zijn tabernakel. Met andere woorden... Het vertellen van de incarnatie, de vleeswording van het woord, dat gebeurt geheel en al in de taal van het boek Exodus, wat wij vanavond hoorden. Johannes schrijft uiteraard in de taal, de Hebreeuwse taal, van zijn Joodse volk. Nog een prachtig detail, maar dat is even tezijde. Als u het Johannes Evangelium doorleest, dan volgt Johannes de Joodse kalender. In Johannes 7 gaat Jezus Soekot vieren. In Johannes 10, vers 22, ik weet ook, ik zat in de kerk en de dominee las. En het was winter. Toen dat staat ook al in de Bijbel <laughs> Dat Het was Chanukah, het feest van de herinwijding van de Tempel. Johannes tekent dus het leven van Jezus als Jood aan de hand van de Joodse kalender. Met andere woorden, als je die Joodse kalender er niet bij hebt, zoals Soekot en al die elementen van Soekot, begrijp je echt helemaal niks van een woord dat Jezus bijvoorbeeld zegt op de laatste, de grote dag van het feest. Ik ben het water des levens. Water, elementair, in de woestijn. Die verhalen van de woestijn zijn gehoord en je krijgt dorst van die verhalen, want zonder water kun je alles natuurlijk vergeten in de woestijn. En in dat kader spreekt Jezus dat woord over het water des levens. Ook, ik ben het licht der wereld. Dan moet je dus niet denken aan de zon, maar aan de vuurkolom, de vuurzuil die hemel met aarde verbindt en die juist genoeg licht geeft om een stap veilig te zetten in dat gevaarlijke woestijnland. Volg die kolom. En zo hoor ik dan ook het woord van Jezus als hij zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, volg maar, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht van het leven hebben. Met andere woorden, deze teksten kun je niet begrijpen zonder de vijf boeken van Mozes met name. Nu verder over het wonen. En dan ga ik naar Markwart. Over het wonen staan nog een paar prachtige teksten in het Nieuwe Testament, in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Ik lees ze voor, gewoon om even te horen hoe dat werkwoord voor wonen. Ik zal wonen in het midden van jullie, daar terugkeert. Openbaring 7, vers 15, de Apocalypse, het laatste Bijbelboek. En hij zei tot mij, Johannes vraagt, wie zijn die mensen die uit de grote verdrukking komen? Dat zijn zij die uit de grote verdrukking komen. Ze hebben hun gewaden gewassen en wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn ze voor het aanschijn van de troon van God en verheren Hem dag en nacht. In zijn tempel en die zetelt op de troon, zal zijn tent over en uitspannen. Open maar in 12, vers 12. Daarom verheugt u hemelen en die daarin woont, wee de aarde en de zee, omdat de uiteenwerper, de duivelen, de diabolos, die uit elkaar gooit wat God wil samenvoegen en heeft samengevoegd, omdat de uiteenwerper. In grote woede tot u is afgedaald. Weten dat u weinig tijd heeft. Weer het werkwoord wonen in dit gedeelte. En tenslotte, openbaring 21. Dat is de hoofdtekst, zou ik zeggen. in verband met vanavond. Laten we meekijken, het is een visioen. Laat de verbeelding spreken. We hebben gehoord over dat oneindig, heelal in die planeten. Mij mij geeft dat een geweldige huivering. Ik heb nog even sterrenkunde gestudeerd. En uh, ik heb die college de weer opgezocht. En wiskunde had ik van professor Hans Freudentaal. Wat ik toen helemaal niet bewust was. En uh, zo kwam er toch nog een, een, een verband tussen uh, wisse natuurkunde en, en de theologie. Het is natuurlijk één wereld. Maar het is een wereld die je doet duizelen. Hè, die kosmische duizeling die we vandaag uh, zo sterk ervaren. Ik kan het gewoon... Niet begrijpen, niet alleen. ik kan er steeds minder bij. De verkiezing van de eeuwen, de verkiezing van Israël. Deze planeet Aarde is verkoren uit al die planeten die om ons heen zijn. God heeft deze planeet verkoren, die we nu vanuit de ruimte kunnen zien als een juweel. En op die aarde heeft het volk Israël verkoren. En te midden van Israël enzovoort. En dan gaat het tenslotte naar de hoge priester op Yom Kippoer. Verkiezing. Wel. Dit visioen, het laatste van uh, het Nieuwe Testament, zeg ik nu toch maar een keer, openbaring 21, dan ziet Johannes hoe een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zich voordoet. Heeft de profeet Jesaja trouwens ook gezien. Ik zag nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er is trouwens nul nieuws in het Nieuwe Testament ten opzichte van het Oude. Jezus heeft niet anders gedaan dan de schriften van Israël interpreteren, uitleggen, bediscussiëren met zijn mediode. Er staat niets nieuws in. Het is een interpretatie. En dat is ook zo bij het visioen van openbaring. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik hoorde een grote stem vanuit de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. Dat is de laatste tekst op dit a 4 daar hebben we opnieuw het werkwoord wonen. De tent van God is bij de mensen. Skenne in het Grieks. Mishkan, als je terug vertaalt in het Hebreeuws. En ik zal bij hem wonen. En als je dan doorleest. Hè, ze zullen zijn gemeente zijn, God zelf zal bij hen zijn. Iedere traan zal hij uit hun ogen wissen. De dood is niet meer, nog rouw, nog schreeuw, nog moeite. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dan denk ik, als je tranen droogt, dat kun je niet op afstand. Dan kan God niet vanuit de hemel, om zo te zeggen, een, 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 een bericht sturen van: Jullie hebben het wel moeilijk op aarde, dat zie ik ook wel, maar het komt wel goed. Tranen drogen kan alleen maar heel dichtbij. Dat is oogcontact, dat is werkelijk. Zo dichtbij komen als maar mogelijk is. Zoals een moeder, haar kind, een vader het kind op de arm neemt en troost als het huilt. Zo slaat God zijn tent op bij de mensen en zal Hij bij hen wonen. Nu wil ik dus verder gaan met een samenvatting van de theoloog Marquardt, naar aanleiding van dit gedeelte, over het wonen van God bij de mensen. Kan dat? Is er iemand die een. ...dat heet dat een verhelderingsvraag wil stellen... ...zodat we niet verder kunnen, eerst. U bent erbij, ga verder. Ja? U mag wel knikken hoor, dan heb ik even contact. Kan ik zo verder of... Uh... Goed. Nou, ik, ik laat een paar theologische termen vallen met uw goedvinden... Die gaan voor elkaar wel vertalen, maar het is helemaal mijn vak. En ik vind het ook wel mooi om, om een paar vaktermen uh, te laten horen dat ik die ken. <laughs> nee hoor. <laughs> zij, dienen ertoe, zij dienen ertoe om de schrift uit te leggen. Ik hoop een schriftgeleerde te zijn. Ik ben gepromoveerd in de dogmatiek, maar dat hele bouwwerk van de dogmatiek, ik moet u eerlijk zeggen, het is langzaam stukje bij beetje toch ook wel in elkaar gezakt. En het is dus tekst van de Heilige Schrift die. Die blijft ongelooflijk betrouwbaar, altijd nieuw. Ik ga elke zondag als een kind met heel veel vreugde op pad. Gaan we samen op pad om voor te gaan op uitnodiging. En dat doe ik niet anders dan Hebreeuwse en Griekse woordjes spellen en dat met de mensen delen. En daar moeten we het ook dus echt helemaal van hebben, naar mijn overtuiging. Wel, het begint, Marco, het begint met de naam Emmanuel. God in ons midden. Wat betekent dat? Het verhaal is van koning Agos, Emmanuel. Hij hoort daarin een intensieve wil van God tot gemeenschap met Israël en bemiddeld door Israël met de hele mensheid. God zoekt de mens. Ik zoek God niet. God zoekt de mens. Ik denk wel, waarom laat God zich niet zien? Ik zoek al zo lang en ik roep en ik bid en ik hoor niks. En ik... Zou het ook kunnen zijn dat God al die tijd bezig is ons te zoeken, maar ons niet kan bereiken? Omdat wij barrières opwerpen. Adam, Eva, waar ben je? Ja, ik zit verstopt achter een boom, want ik werd toch een beetje bang. Met andere woorden, God zoekt de mens. Titel van een prachtig boek van Abraham Joshua Heschel. En in dat zoeken horen we steeds weer dat dit in het midden van Israël, midden onder dit volk aanwezig wil zijn. Ik noem twee teksten. Jezaja 12, vers 6. Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion, want de heilige Israël is groot in het midden, beker heb in het midden van u. Leviticus 26, vers 12. En ik zal in het midden van u wandelen, Daar dat is een ander woord voor midden. Betoken Dat er zijn twee woorden in het Hebreeuws voor dat midden. Daar zit ook nuances in, in het midden wonen. Ik zal in het midden van u wandelen en zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. Dat laatste, dat is het doel van het wonen. Hij wil de God van dit volk zijn. Hij wil dat zij zijn volk zijn. Hierin is God actief en concreet aanwezig. Dit is niet in de eerste plaats mystiek, dit is ook niet pantheïstisch, ik laat zo maar een paar woorden vallen. Het is niet vaag, het is niet New Age-achtig, het is niet zo van, ik heb wel een besef, en gevoel van God, zelfs tot het ietsisme, er zal wel iets zijn. Dat is natuurlijk het einde van het echte Bijbelse verhaal. Nee, God deelt met het volk van Israël, hun karakteristieke bestaansvorm. Een mens wil wonen, God woont ook. Een mens mag wandelen, God wandelt ook. Zo wil Hij aanwezig zijn. Hij wandelt met haar mee door de woestijn. Kijk, dat hoorden we ook, die tempel, dat wordt een kritisch punt in de geschiedenis van Israël. Waarom een tempel? Zou je God willen opsluiten in een tempel? En mij verrast elke keer weer dat als het verhaal verteld wordt van koning Shlomo, Salomo, die de tempel dan eindelijk mag bouwen. Wanneer wordt die tempel ingewijd? Tijdens de vieren van Soekot. En dan moet je zien, dat zie ik dan zomaar voor me, in mijn kinderlijke verbeelding, die schitterende tempel van Jeruzalem, het mooiste bouwwerk van die tijd in het hele Midden-Oosten. Was iedereen het over eens? En de mensen wonen in de loofhutten. Met andere woorden, denk niet dat je inderdaad God in een Gebouw kunt opsluiten. En zeg niet. Des een Tempel, des een Tempel is hier en dus niet bij jullie. Daar ga ik nu maar niet op in, want dat is het meest verschrikkelijke wat je bijna kunt voorstellen. in de christelijke godsdienst. die verschrikkelijke versplintering, ook in het protestantisme. dat je, dat je God dus niet kunt insluiten en opsluiten. Mijn grootvader op de boerderij, die bad het ook vanmorgen. Gij Die de hemel hebt tot uw troon. En de aarde tot de voetbank van uw heilige voeten. Die woorden heb ik als kind meegekregen. Dat geeft je voorgoed ook het besef van: kom nou, zou je voor mij een huis willen bouwen. met handen gemaakt waar ik woon? En dat is het wonen en het wandelen. Zoals wij mensen wonen en wandelen. En daarop kan Israël vertrouwen. God gaat wandelend mee. Door de woestijn. Een volgend punt bij Marquardt is dat God wil ontmoeten. Ontmoeten kan iets toevalligs hebben. Je komt elkaar toevallig tegen. Bestaat er toeval? Nou, toevallig is wat je toevalt. Er staat één keer in het Nieuwe Testament in de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Toevallig kwam er een Samaritaan voorbij. Eén keer. En dat is precies. Het viel die gewonde man toe. Ontmoeten kan iets toevalligs hebben en daarom is er toch een vaste plek. Met die voorwaarden die ik net noemde. De ohelmo eet. De tent van de ontmoeting, van de samenkomst. En ieder, een ieder. kan naar de tent komen die de eeuwige wat te vragen heeft. Exodus 33, 7 tot 11. Mozes is daarbij bemiddelaar. Hij alleen gaat de lege tent binnen. De wolk daalt neer aan de ingang van de tent. De wolk is de verborgen aanwezigheid van de eeuwige, die overigens ook weer in het inwijdingsverhaal van Salomo van de tempel aanwezig is. Het is Soekot en er gaat ook een wolk de tempel binnen ter herinnering dat het oerbeeld van de tent de tabernakel in de woestijn is, in beweging. En dat die tempel dus het risico inhoudt dat je het gaat fixeren. Vandaar met de knipoog: Thomas, steeds die vraag naar die derde tempel. Ja, nou, misschien. Straks nog, wie weet. Uh, God wil ontmoeten. En dan spreekt Mozes met de Eeuwige van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand met zijn vriend spreekt. Mozes hoort en spreekt. Echt ontmoeting. Niet in gezichten, niet in raadsels, niet in visioenen, niet in orakels. Van mond tot mond spreek ik hem. Spreek ik met hem, nummer 12, vers 8. En door aanzien en niet door duistere woorden. En zo is die tent, de ontmoetingsplek, als een klein draagbaar Sinai. Maar ook in die tent is niet over God te beschikken. Er is de vrijheid van het verrassende. Want wanneer die wolk neerdaalt... daar hebben wij mensen geen programma voor. Je kunt niet zeggen woensdagmiddag om vier uur is het weer zover. Het is net als met de regenboog, de boog in de wolken... het verbond met de aarde, de dagen van Noach. Die regenboog is er zomaar en niemand kan zeggen wanneer. De boog in de wolken. Iemand zei de strijdboog van de mensen... Hangt de eeuwig als een vredesboog in de wolken en zegt: Kijk maar, dit is mijn bedoeling met deze wereld. Dan iets over het doel opnieuw van dat wonen van God. Zoals gezegd, dan zal ik hun tot een God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Israëls bevrijding uit Egypte, uit het angstland, was het werk van God. En daarom wordt die bevrijding ook nooit verleden tijd. Als ik het goed begrijp, bij de maaltijd, iets in de wijvorm, wij zijn die uitgevoerd zijn, uitgeleid uit het land. Zo richt God zich op de ontmoeting met zijn volk inderdaad van aangezicht tot aangezicht, tussen aanhalingstekens, om met Martin Boebe te spreken in de ik-doe-relatie. Het is nooit het, het is gij. En ik. En dan komt er een tekst in dat verband, het boek Leviticus. U ziet, het gaat van het ene boek van Mozes naar het andere. Leviticus, dat is ook een tussenopmerking, heb ik pas heel laat ontdekt. Uh, christen in het algemeen weten daar weinig raad mee. Ze lezen wel de Hebreeënbrief over het hoge priesterschap van Jezus. Maar ook daarvan zeg ik voor eigen rekening. Kunnen zomaar van alle heidense invloeden dan binnenkomen. als je zo'n los Bijbeboek gaat lezen. met van oorsprong heidense oren. De sleutel is natuurlijk het boek Leviticus. Waar je en dat is niet voor niets, het hart van de Torah. En ongeveer het midden, het hoofdstuk 16. over Joom Kippur, over grote verzoendag. Je kunt de onmogelijk begrijpen zonder Leviticus. Overigens, ik hang ook de stelling aan. dat toen de Tempel in Jeruzalem verwoest werd. Ontzaglijke, ontzaglijke in de geschiedenis van Israël. Hoe moet het verder? Dat de ene weg was het leerhuis, de synagoge, de mondelinge traditie, en dat de andere weg was van de Joden die Jezus volgden, die met hetzelfde gevoel zaten, de tempel is er niet meer, want de eerste christen die Joden waren, gingen bleven naar de tempel gaan, vierde Shabbat enzovoort. Dat staat ook allemaal in het Nieuwe Testament. De zondag is een uh, heidense, vierde-eeuwse uitvinding van keizer Constantijn. Dat zullen we intussen wel, wel weten. Uh, de Sabbat is natuurlijk nooit vervangen. Dit is maar één rustdag, de zevende dag. En dat toen die tempel verwoest werd, de Joodse volgelingen van Jezus... ook voor de vraag stonden, hoe moet het nu verder? En het antwoord was de Hebreeënbrief. De brief aan de Hebreeën, let op de naam de joodse volgelingen van Jezus dat zij in die ene figuur van Jezus als de hoge priester het boek Leviticus opnieuw gingen lezen en uitleggen want daar vonden ze het in. Nu Leviticus 26 vers 11. En ik zal mijn tabernakel in het midden van u zetten en mijn ziel zal van u niet walgen. Dat wil zeggen volgens Mark dat God, als Hij in ons midden woont, in het midden van Israël woont, ook het distantiegevoel overwint. Met distantiegevoel bedoel ik, en dat zit ook in de vrezen des heren... dat je besef hebt van de afstand. Het is nabijheid, intimiteit, maar het is ook altijd de afstand. Hij is niet onze buurman bij wie we zo door de achterdeur binnenlopen. Het is de heilige Israëls. En dat distantie, die distantie, die distantieervaring. Daar gaat, hij, gaat God op in als hij zegt: Mijn ziel zal van u niet walgen. Met andere woorden, ik wil dicht bij je komen, zo dicht als het maar kan. En dan het punt dat is genoemd, en ik vind het eigenlijk wel verrassend om dat te ontdekken. Ik had het natuurlijk voorbereid op mijn eigen houtje: dat die dingen toch ook resoneren. Dat God wil wonen in het volk, en niet per se in een gebouw of in een huis. Marcus zegt: Wonen, goed oosters, is dat: op straat je onder de mensen begeven. Onder het volk. Met elkaar spreken, in de mensen wonen. En dan, dan is die tent van ontmoeting net wat passender dan een tempel of een huis op vaste fundamenten. Nu de vraag. Ja, ik heb het gevoel dat we even moeten pauzeren misschien, of is dat is, licht, licht helemaal aan mij. Ja. Ja, rustig. Ik ben niet zo rustig, want dit is. Uh... <laughs> ik ben werkelijk zeer bewogen met deze avond en het onder. Ik ga door op jouw gezag. Dan nog een keer voor alle duidelijkheid. God woont. In zijn volk, maar wij beschikken niet over hem. Dat is een belangrijke grondregel. Want waar zou God op de aarde wonen? Ja, de hemel der hemelen zouden u niet begrijpen, bevat, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb, zegt Salomo. Hoe woont God nu onder de mensen? Nu komt er even een zinnetje theologie. Niet erg hè? Dat is naar aanleiding van Johannes 1, vers 14. Het spreken is vlees en bloed geworden, hebben u ons in tent opgeslagen. Ik ga nu op mijn, met mijn eigen woorden dat navertellen. Christenen zeggen wel, God is mens geworden. Zo staat het niet in de Bijbel. Joden zeggen, ja, wat God niet kan, daar gaan we niet over. Maar we hebben het nooit gehoord en we hebben het nergens gelezen dat God zelf mens is geworden. Met name het punt van de lichamelijkheid, waar zo even over gesproken is, maakt dat onmogelijk. Als we nu heel nauwkeurig, en dat willen we, Johannes 1, uh, 1 vers 14 lezen. En het woord is vlees geworden, of zoals de bijbel zegt, het spreken. Dat is ook mooi. Hè? Dat is het woord dat baar is een actieve. God is de sprekende God. Hij spreekt. Dat spreken van God is vlees en bloed geworden. Dus het luistert heel nauw, niet God zelf is vlees en bloed geworden, maar het spreken van God is vlees en bloed geworden. Sommigen lezen hier het woord Torah voor Dabar. Dat de Torah inderdaad vlees en bloed geworden is in deze ene mens. Maar belangrijk is om het tweede deel van die zin niet over te slaan. Wat wel vaak gebeurt in de christelijke traditie. Dan heb je de dogmatiek zin, de mens worden van God, punt. Vergeet het, want dat is meteen al een dwaalspoor. Het is een parallelie. Zin 1 hoort bij zin 2 en omgekeerd. Het spreken is vlees en bloed geworden. En heb ons zijn tent opgeslagen. De taal van het boek Exodus van de tabernakel. Dat we zeggen dat God laat zijn naam... 1 koning 8 vers 29, het gebed van Salomo. God laat zijn naam onder de mensen wonen en in Jezus van Nazareth vlees en bloed worden. Zo ongeveer. Stamelend gezegd is mysterie, maar zo in die richting. Ik lees die tekst, 1 Koningen 8, vers 29. Dat uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis en over deze plaats. Waarvan gij gezegd hebt: Mijn naam zal daar zijn. Om te horen naar het gebed, hetwelk uw knecht bidden zal in deze plaats. De naam van God woont en wordt vlees. We noemen dat wel een hypostase van God. Dat God dus in zijn naam neerdaalt. Ten midden van Israël en van de volken. Wat ik begrepen heb van de Kabbalah... ...en daar ben ik mijn leven lang eigenlijk wel nieuwsgierig naar... ...want ik ben ook zo in de mystieke traditie opgegroeid. Uh, wat ik begrepen heb is in... ...waarschijnlijk kunt u wel voor u zien, de levensboom. En dan helemaal bovenin... ...een sof, dat is God die wij niet kennen, ook niet kunnen kennen. En dan gaat het via tien emanaties... Naar de wereld waarin we leven. Uh, een beetje bouwde vergelijking: hoogspanning wordt getransformeerd in laagspanning. Keter, de kroon, Gokma Bina. En dan de verborgen da'at. De Gabat-beweging, de, de Lubavitcher stroming in het Jodendom, heeft die naam daar ook aan ontleend. Gokma Bina, da'at, Gabat. En dan krijg je. En dan krijg je de zeven die dichter bij onze wereld komen, uh, Gerset en Dien, het zijn steeds twee uh, aanvullende uh, uh, geledingen, om zo te zeggen: de warmhartigheid, maar ook het strenge recht. En dan gaat het naar het midden, Tiferet, de harmonie, komen samen in het midden. En dan gaat het nog verder naar beneden. Nou, en dan komen we tenslotte bij Malgoed, dat is het koninkrijk, dat is de grond hier onder onze voeten. Uh, het is allemaal veel te kort, ik doe ook onrecht, maar u moet er maar eens in gaan studeren... ...want het is, het is een prachtig verhaal om, zeker voor mij als wiskundige... ...want dat was ook een van die vragen, in wiskunde kan het oneindige niet met het eindige verbonden zijn. Dus rationeel sluit het elkaar uit. Het christelijk geloof is dus ook een irrationele godsdienst. Maar dat heeft, heeft er erbij ook al aangegeven, dat je met je verstand dus wel heel ver kunt komen... ...en ik beschouw ook de ratio als een gave van de schepper... Maar de grenzen stoot je al heel gauw op. En dan is het inderdaad het mysterie. Nou, dat is hier ook zo. God laat zijn naam wonen onder de mensen. En die naam, dat woord, wordt vlees. Nu is het zo in de geschiedenis van Israël, althans volgens Markwart sinds de verwoesting van de Tempel. is die parallelie tussen hemel en aarde, want daar gaat het steeds om, die parallelie, is verstoord. Want de Tempel. Als centrum van deze wereld, als navel der aarde, is niet meer bereikbaar. Dus die parallelie in de ruimte is verstoord. Maar die paralleliteit in de tijd die blijft in stand. En dat wordt van eens en dan. Verleden en toekomst, om het in onze taal te zeggen. En dat is de tekst, maar ik hoor het wel als ik die niet goed heb opgevangen. Dat God het hemelse heiligdom niet zal betreden, zolang Israël het aardse heiligdom in Jeruzalem niet kan betreden. Dat dus dat zo'n eenheid is, wij zouden dat omkeren misschien, God gaat de hemelse troonzaal binnen, dat is tenslotte dus een woonplek van ouds. Nee, omgekeerd. God zal het hemelse heiligdom niet betreden, zolang Israël het aardse heiligdom in Jeruzalem niet kan betreden. En ik begrijp dat daarom ook met name orthodoxe Joden de Tempelberg niet mogen betreden. Dit exil is niet opgeheven. Zoals we gehoord hebben, het teken van de hemel is nog niet gegeven. Wel, nog iets over dat wonen in het midden van u. Wat is dat midden? Ik ontmoet veel lieve medechristenen. En dan zeg ik maar heel globaal voorzichtig, want ik zit er allemaal in mezelf. Maar goed, dan neem je het waar. Die, die in de moderne spiritualiteit, ik kan het woord nog steeds niet goed uitspreken, spiritualiteit. Uh, ik weet ook echt niet wat het precies is. Het wordt volgens mij echt overal voor gebruikt. En het is heel erg in tijdschriften, spiritualiteit. Ik hoor wel het woord spiritus, geest erin, maar... Ja, dat, moet, dat zit er in elk geval in. Dus... Dat midden onder u, dat wordt dan heel vaak weergegeven dat Jezus gezegd zou hebben: zie, het koninkrijk van God is in u. En inderdaad, is dat het Griekse woordje en, maar dan ga je het verinnerlijken. Dan ga je het inderdaad vergeestelijken van uh, alles wat om je heen is. Nee, het moet in je wonen. Uh, mag ik dat even misschien ter herkenning koppelen? Als ik uh, denk toen ik kind was, dan moest je een nieuw hart krijgen van God. Je moest bekeerd worden, want zoals je leefde was het niet goed. En dan zeiden die oude ook wel, waren wel oudere wijze mensen, uh, ik kon goed leren, hoge cijfers, ja, Yogi, maar dat zit hier in je verstand. Dan moet het nog een voet zakken. Het moet 30 centimeter naar beneden in je hart. En ook dat is vanavond gezegd, die, nou, die levenslange strijd, want dat is het toch wel, in jezelf, tussen ratio en gevoel, tussen verstand en hart. Nu denk ik te mogen zeggen dat als Jezus zegt dat het koninkrijk van God is in u, dat Jezus de schriften van Israël wakker leest, dus met name ook Exodus 25, en zegt het is midden onder u. Met andere woorden, het is niet individueel los van andere mensen als ik het binnenin maar voel. Nee, het is een relatiebegrip. Het kan niet zonder het volk. Het is een gemeenschappelijk begrip van het volk, van Am-Jisrael, van het volk Israël, midden onder u. Zegt ook een lied in het nieuwe liedboek, het oude liedboek ook al, over Jezus. Minder, midden onder u staat hij die gij niet kent. Dat is voor mij de diepste kern van het geloof. Nu. Die, dat midden onder u, dat komt, ik noem een paar voorbeelden. Komen de zondag staat op het rooster van de kerk, de zogenoemde verheerlijking op de berg, waarschijnlijk de berg Tabor. Jezus is een moment in het wit, glanzend, stralend, het is even Pasen, het licht van, van het nieuwe leven. En dan komen Mozes en Elia, die zijn met hem in gesprek. En Lucas is de enige die met één woord. Notuleert waar het gesprek tussen Jezus en Mozes en de over ging. Hier heb je hebt het weer, hè? Jezus kun je niet isoleren van Mozes en de profeten. Ze voeren met elkaar een gesprek en dat gaat over de Exodus. Mooi hè? Over de Exodus die Jezus in Jeruzalem gaat volbrengen. Dus Jezus gaat de weg van het boek Exodus. Dat is het. Dus wil je weten hoe dat gaat naar Jeruzalem? Lees het boek Exodus. Daar staat het allemaal in. Allemaal. Van de Uittocht, de Sinaai, bouwen van de tabernakel. Daar gaat het dus over. En wat doet dan Petrus, uh, haantje de voorste, niet waar? Die vindt dit zo ongelooflijk mooi. Die wil dit niet meer kwijt. Die wil nooit meer van deze berg af. Die wil dat vastleggen. En als, wat zegt Petrus dan? Robbie, het is goed dat we zijn. Laat ons drie tabernakelen maken. Voor u één, voor Mozes één en voor de Lier één. Drie tenten. Misschien een soeka model een Tabernakel-model, hoe dan ook, een tent. Het is weer het woord tent. Petrus wil dat dit wat hier gebeurt, dat gesprek tussen de beide schriften, zeg maar, Mozes, Elie en Jezus, dat dat hier blijft wonen. Dat dat hier niet meer vandaan gaat. Wel, ik ga dit van Mark wat afronden en dan heb ik nog één punt en dan vind ik het echt wel uh, genoeg, Jaap. Dan gaan we praten. Ja. Het woord dabaar is vlees geworden. Dit wordt het moeilijkste punt van de avond, misschien wel. Bazar. Dat staat er als je het in het terug terugvertaalt: sarks in het Grieks. Wat betekent dat? Dat betekent dat het woord van God gekomen is, afgedaald is. Kijk, wat, wat Christen noemen incarnatie, hè, de vleeswording van het woord, dat, het, 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 het incarneren. Dat begint in het Oude Testament. Dat, zou, dat, dat is vast. Die beweging dat God de mens zoekt, de, die beweging van de hemel naar de aarde. Ik zoek jullie. Nu, het woord is vlees geworden, wil zeggen dat het woord afgedaald is in de sfeer van de zonde, bizar. Sarks staat hier met name voor mensen zoals wij werkelijk er aan toe zijn. Dus in een bestaan buiten het paradijs, in een zondige wereld en ook zelf daarin leven. Dus in tegenspraak met de heilige God. Het woord wordt historisch in die zin, maar dat moeten ze aanhalingstekens historisch. Het komt in een sfeer waar het niet van oorsprong thuis hoort. De vleeswording is dan ook, zegt Markwart. Tegelijk een oorlogsverklaring. Een strijd van de mens tegen God en wellicht een eindstrijd. Dat hierin, in die ene persoon van Jezus, die voor mij staat voor heel Israël, dat in die ene persoon tenslotte deze strijd wordt beslecht en uitgevochten. Het woord is vlees geworden, is, God is gekomen in onze concrete wereld. Zoals wij dagelijks en ook s'nachts leven. Dit is theologisch ongehoord, maar in de kerk ook veel te veel onbenut. Nogmaals, die twee zinnen, die twee delen van de zin, Johannes 1, vers 14, zult u altijd bij elkaar moeten houden. Ik kan nog één keer een Joodse stem horen van Grot. Dat is een Jood die zich mengt ook in de joods-christelijke discussie die ook veel heeft gelezen van de grote theoloog, ja wat is groot, Karel Baert. En die zegt, over die vleeswoorden van het woord, het is en blijft voor mij als Jood een ongeoorloofde grensoverschrijding. Niet dat God niet zo zou kunnen handelen, maar het Jodendom heeft dit verhaal niet gehoord. De mens blijft partner in zijn dialoog met zijn schepper. Hier eindt het verhaal van Mark, wat zomaar... Het is wel onbeslist in de discussie. Maar dit zijn zijn argumenten. Dan heb ik nog één ding nu we toch hete hangijzers aanpakken. Over de eenheid van God, het monotheïsme. Het christendom is niet monotheïstisch. Het christendom is trinitarisch, niet waar? Of is dat hetzelfde? Als het christendom niet monotheïstisch is. Dan ben ik zeker dat we fout zitten. Dan ben ik met die drie, hoe mooi ik het ook inkleed, nog altijd bezig met Wodan, Thor en Freya. Dan is die triniteit een verkapte vlucht in dat heidendom wat ons is afgenomen. En dan zeggen we natuurlijk wel: het zijn geen drie goden. Het is één god, drie personen. Dat is dan de taal van het dogma. Drie personen hebben ze in de derde, vierde eeuw bedacht. Uh, uit de Griekse filosofische taal, het Latijn gehaald. Laat nou persona, hè? de persoon van de vader, de persoon van de zoon, de persoon van de geest. Dat is in het uh, Latijn, persona, is het masker. wat toneelspelers dragen. Nou, ik vraag u. Dan is het een spel, een heilig spel. Van drie personen die optreden op het toneel. en elk keer. alle drie een verschillend masker dragen. en dat God zich zo naar ons toekeert. elke keer in een ander masker. in een andere gestalte. als vader, als zoon, als geest. Maar, wat zegt Marquardt? Ja, dat is een hele uitspraak. Hij zegt dat trinitarisch dogma. dat is onmisbaar voor de identiteit. Van de heidenchristenen, van de volkeren. Want mij was gevraagd iets te zeggen over het tabernakel, de volkeren. Dus Mark wat zegt, dat trinitarisch dogma dat is echt alleen bestemd voor de heidenchristenen. Waarom? Dat beleiden is uit heidense nood geboren. Jezus heeft heidenen in zijn roep om navolging weggeroepen uit hun eigen vaderhuis. Ik weet er een klein beetje van mee te spreken sinds die zwerftochten over de veluwe Noord-Europa. Dat heidense oer bloedt in de aderen waar de God van Israël mij opzoekt. Daardoor word ik weggeroepen uit dat heidendom. En de geest die neemt mij mee weg van de goden naar de levende God. Voor mij een vreemde God. Ik wil u vragen. En op mezelf opnieuw, waar u ook weer naartoe gaat vanavond, in welke kring u zich beweegt, in welke kerk of hoe dan ook. Alsjeblieft, laat de Bijbel nooit te vertrouwd worden. Alsof het ons boek is, wat we nu wel kennen. Het is en blijft een vreemd boek. De Edda, het boek van de Gemaanse goden en Heldenliederen, dat is mijn eigen boek van huis uit. En als ik op de Venu loop, dan. Beleef ik die verhalen. Tor die met zijn geweldige hamer het Uddelmeer tot stand brengt. En dan nou, leef ik in die mythen en zagen. Dat ben ik. Dit boek is ooit door een zendeling, Lebewinus en anderen, naar ons toegebracht. De verre, vreemde God van Israël. En toen zeiden ze in de jaren dertig in Europa, en nou wegwezen. De joden God en de joden Bijbel. Nou kunnen we onszelf weer redden. We gaan over tot de orde van de dag zoals die altijd geweest is. En omdat je de heilige God niet kunt raken, werd het Joodse volk geraakt. Dit boek is vreemd. Het is ver. En zo is het mij dierbaar. Zo is het mijn levensboek waarbuiten ik niet kan leven. En dan zegt Mark wat dit: In de leer van de Triniteit zoeken heidenen die Christen zijn geworden, de God van Israël te leren kennen en op hem te vertrouwen. Daar gaat het om. Dat leren zij door de leiding van Jezus en van de Geest, Dabar en Ruach. En zo gezien is het trinitarisch beleiden van de kerk het natekenen van de aan Mozes geopenbaarde naam van God Adonai de Verborgene. Maar nu voor niet-joden, die het koningschap van deze God willen aanvaarden en daarvoor zich op Jezus en de Geest beroepen. Het trinitarisch dogma, Lijst u dat dan maar in. Het trinitarisch dogma mag zich dus niet afsluiten voor het Oude Testament. Doet u dat wel, dan smeedt de kerk een eigen beeld van God, een gesneden beeld in drievoud en we hebben gehoord dat is de ergste overtreding die denkbaar is. De God van Israël is en blijft de bron. Dank u.